Hallo kijkers van NL Magazine. Ik ben Fries. En ik ben Ricardo. En vandaag gaan we het hebben over kerst. Nou, kerst. Wat denk je daaraan? Gezelligheid. Ja. Lekker eten. Ja. Lekker drinken. Ja. Gewoon lekker met de familie bij elkaar. Heerlijk. Maar er is altijd één nadeeltje, vind ik altijd. Dat zijn de kerstkaarten. Ja. Want die vergeet ik elk jaar weer. Ik heb ze dit jaar ook weer niet verstuurd. Helaas, sorry voor de mensen die boos worden. Ik ben gewoon een beetje luider in. Maar volgens mij moeten wij een oplossing voor kunnen vinden. Zeer zeker. Dan heb ik zelf een keer gedacht, weet je wat, je tikt gewoon e-cards in Google. Dan zie je zelf allemaal van die leuke programma's met die biertjes, weet ik wel, die toestanden. Nou, je tikt gewoon even dat in. En je maakt een e-cardje en je bent er gewoon van het probleem af. Kan je even goed iedereen toch nog een kaart sturen? Ja, dat is zo makkelijk toch? Simpele tip voor ons. En wat je ook kan doen, Maurice, zoals ik elk jaar doe. Ja. Dus ik zet gewoon een leuke foto op Facebook. Ja. Dan ben ik zo klaar. Dat is helemaal makkelijk. En mensen, namens ons, prettige feestdagen. En een heel goed 2017. Tot ziens. Tot ziens.